Hi, ik ben Tom Lassing, kleinbest.nl. Ik kreeg wat vragen in de mail. Hoe moet ik? Nou, dan kwam het mijn pagina op Kleinbest aanpassen of een nieuwe betrokkenen toevoegen. Nou, dat soort zaken. En ja, ik denk, ik kan maar eens even beter een video maken. Dan kan ik laten zien hoe simpel dat is. Het belangrijkste is, als je iets wil veranderen, je moet inloggen. Nou, ik ga ervan uit dat je weet hoe je moet inloggen bij Kleinbest. Ik ben al ingelogd en als je dan ingelogd bent en je hebt een foto toegevoegd, dan zie je je kleine foto hier. Nou, eigenlijk als je bij Kleinbest ingelogd bent, je wilt iets doen, het allerbelangrijkste is plus toevoegen. Je klikt daarop, je kan een bericht plaatsen, je kan een activiteit kan je plaatsen, je kan prikbordadvertentie kan je neerzetten, een hulpvraag of aanbod kan je doen en dan kan je met je pagina bezig gaan en een pagina aanmaken. Dus deze is belangrijk. Maar achter je foto zit ook een heleboel. Daar zit je profiel, je berichten, je pagina's, je profielinstellingen, nou in mijn geval ook de siteinstellingen, want ik ben de webmaster, de mailcampagnes en dergelijke. Dus hier vind je een heleboel van jouw profiel waar je kan doen. En stel je nou voor dat je je pagina daar iets mee wil doen. Dan ga je naar mijn pagina's. En nou, dan zie je hier heb ik een aantal pagina's staan. En dan ga ik eventjes naar de buurtverbinder. En dan zeg ik, ja, daar wil ik wat doen. Nou, dan is het heel simpel. Beheer pagina. Ik weet niet wat er hier staat. We kunnen eens kijken. Ja, ook beheer pagina. Dus nou, dan ga je naar beheer pagina. En op het moment dat je dat doet, dan krijg je een aantal mogelijkheden. En dan zie je wat je allemaal kan zetten op die pagina. En ook dus welke betrokkenen je daar wil neerzetten. Dus daar kan je dan ook zeggen, van, nou, wat kan ik dan hier nog meer aan personen toevoegen? En ik kan dan zeggen, van, ja, ik wil iemand toevoegen, een e-mailadres, en dan kan je kiezen als lid, als redacteur of beheerder. En zo simpel is het. Dan heb je dat gedaan, dan geef je daar je akkoord op, en dan kan je weer verder. Dus ja, het is eigenlijk hartstikke simpel. Je moet ze uitnodigen, dus ze moeten zelf dan het akkoord daarop geven. Maar je kan hier een heleboel dingetjes veranderen. Dus dat het echt van belang is dat je daar gewoon zoekt, ga je terug naar Kleinbest. En maar het belangrijkste zijn dus deze twee plekken. Je foto en de toevoegen pagina. Dat is eigenlijk waarom mijn foto hier nu ineens weg is, weet ik even niet. Detail. Ah, daar is die al. Maar dat is eigenlijk het moeilijkste wat er is, want veel meer is niet. Als je die twee knoppen maar weet te vinden, dan kan je eigenlijk alles veranderen. Heb je vragen, dan kan je me altijd even mailen. Dat kan via de site, je kan ook gewoon mijn mailadres als je dat weet. tom@lassing.nl, dan krijg je me ook. tom.pleinbest@gmail.com kan ook. Maar dat kan dus allemaal. Nou, verder, ja, hier vind je alles. Het mooie is, als je een bericht hebt gemaakt, dan wordt het ook gekoppeld, als je dat zelf hebt aangegeven bij het maken van je bericht, aan je pagina. En zo bouw je dus eigenlijk een heel mooi stukje historie op. En echt een webpagina maak je daarmee. Ook voor de organisatie waarvoor je eventueel dus schrijft. Dus wat dat betreft een heel mooi iets. Nog steeds gratis, dus ik zou het ook aanraden om het zoveel mogelijk te gebruiken. Heb je vragen, mail me. Als ik dan denk, ja, ik kan er een video van maken, dan doe ik dat. Maakt het alleen maar duidelijk voor iedereen. Goed, dankjewel voor het kijken. Als je nog geen abonnement op dit kanaal hebt, abonneer dan. Druk ook op belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Vond je de video interessant? Geef een like, dan weet ik dat die ook gewaardeerd wordt. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!